Kijk, dat is voor u. Hey! Naar wat is de stand? De stand is 8-0 voor Nacho en 0 sowieso voor Poppegaatjes. We hebben gewonnen. Nee, we hebben gewonnen. Wat zegt u? We hebben gewonnen. We hebben hoeveel gewonnen. Dan? Hoeveel was dat? 10-0 is het. Ik heb geteld. 10-0 en wij hebben alleen gescoord. Nee, jullie hebben niet gescoord. Jullie hebben bijna gescoord. Oh, oké. Okay, okay. Daar hebben ze gewonnen voor ons. Ja, we hebben gewonnen. En ze zijn gekomen, ze zijn op onze uitdaging ingegaan dat de Papegaaitjes nationaal elftal zou winnen, want we zijn sterk. We hebben wel niet getraind, maar we zijn gewoon goed en we hebben gewonnen. De juffies hebben ook meegedaan. En we waren sterk, we zijn sterk uit de bus gekomen. Wie is het volgende slachtoffer? Brazil? We moeten even nog trainen, Ze hebben best gedaan. Ze hebben het moeilijk gemaakt voor ons. Dus wij gaan moeten trainen. Dus het wordt de volgende keer een mooiere wedstrijd. We wilden de peuters gewoon een goed gevoel geven. Vaderlandsliefde bijbrengen. En we wilden de jongens ook een beetje eren, want ze hebben heel veel gedaan voor Suriname. Dankjewel. Dit is een van de leukste dagen die we hebben meegemaakt. Ondanks de situatie is dit echt leuk en goed afgelopen. We hebben een uitdaging gehad van de Papegaaitjes. En we hebben een wedstrijdje tegen ze gespeeld. Waarom zijn jullie daarop ingegaan? Nou, ik denk dat het goed is om iets voor de kinderen terug te doen. Want toen ik ook zo jong was, was het altijd leuk als een voetballer of iemand of een artiest daar langskomt om met ons bezig te zijn. Moet dit vaker gebeuren? Ja, ik denk het wel. Het is, die kinderen vonden het heel leuk, die leerkrachten ook. En wij zijn ook gewoon blij om hier te zijn. Dankjewel, hè. En nu gaan we de medailles uitdelen. Ik had al gedroomd dat we zouden winnen, dus heb ik een kleine voor ze gekocht en voor onze grotere. Dus dan gaan we dat nu uitdelen. We hadden het al voorspeld dat wij vandaag zouden winnen. Dus hebben we de kleinste bekers voor de heren gekocht. We hebben gewonnen. Het is duidelijk. Misschien hebben we het verkeerd gedaan. Misschien hebben we in een ander doel gescoord. Dus het kan zo zijn. Maar het was gewoon gezellig. Zij beweren dat ze hebben gewonnen, maar het kan ook anders zijn. Dus volgende keer beter dan. Je hebt toch een gold cupje? Ja, kijk hem hier. Op tweede plaats, zoals ze zeggen. Dus volgende keer ga ik wel voor die grotere. We zijn nu kampioen van Suriname. Ja, de Papegaaitjes. Blijft het hierbij? Ik weet het echt niet. Voor nu hebben we dit georganiseerd. We gaan nu afsluiten met uitreiking van het schooljaar. En dan volgend jaar zien we wel weer hoe het gaat. Maar je moet die titel toch verdedigen? We moeten het verdedigen. Dus volgend jaar gaan we kijken wie we gaan uitdagen. We hebben al gewonnen dus. Eigenlijk maken we ons niet meer zo druk. Jullie zijn onverslaanbaar. En we hebben niet eens getraind. Zijn er kleine Nacho-spelers hier tussen? Ja, er zijn heel veel. Maar ze zijn natuurlijk nog te jong. En als ze ontwikkelen, kan het zeker zijn dat er nog een paar goede spelers rondlopen hier. Aan die voetbalmensen zeg ik gewoon om ons te blijven volgen. Er is heel veel talent in het land. En daarvan moeten we gewoon gebruik maken.
Ik weet wel dat ik aan de fans gewoon kan zeggen dat het wel goed komt en dat we ons best gaan doen. Hup, papagaaitjes! Hup, papagaaitjes! Hup, papagaaitjes! Hup, papagaaitjes!